Veel alleenstaanden hebben het echt moeilijk om rond te komen. Dat horen wij steeds vaker. En dan gaat het onder meer over stress, want als je maar één inkomen of één loon hebt, ja, dan zorgt dat voor extra kopzorgen, want wat als je ziek valt of uitvalt? Dan heb je niemand om je kosten mee te delen. En natuurlijk, als de prijzen stijgen, zorgt dat ook voor financiële problemen. Want ja, je licht aandoen, elektriciteit, koken, verwarmen, dat moet je sowieso doen. Dat kan je niet delen door twee dan. En hetzelfde natuurlijk met woonkosten, huishuur of de afbetaling van een lening. Dat is torenhoog, je kan dat niet delen met twee. Dus dat betekent dat koopkracht een heel belangrijk probleem is voor alleenstaanden. En zou ook de inzet moeten worden van deze kiescampagne. Want met verhoging van de koopkracht winnen vooral de alleenstaanden. En vandaar ook dat onze maatregelen zo belangrijk zijn. Met name, wonen moet goedkoper worden door de huurmarkt te reguleren. De energieprijzen moeten dalen door die accijnzen terug af te schaffen. En internet kan ook een pak goedkoper door maximumtarieven op te leggen. De prijs van de winkelkar kan naar beneden door de BTW op basisproducten af te schaffen. En woonzorgcentra zouden nooit duurder mogen zijn dan je pensioen. En met die maatregelen kunnen we met z'n allen al een hele grote sprong vooruit maken. Zeker de alleenstaanden.